This is the wildest gravel race in the world. You will be tested. Ik moet me nog steeds een beetje realiseren waar ik nou eigenlijk wel niet ben, joh. Ik ben aan de andere kant van de wereld. Op mijn fiets. De Migration Gravel Race. Een vierdaagse etappekoers dwars door de Masai Mara in Kenia. De meest wilde en extreme gravel race van de wereld. Dit is mijn verhaal. De zwaarste beproeving van mijn leven tegen het beste wat Oost-Afrika te bieden heeft. Dit is mijn Migration Gravel Race. Dit was het zwaarste dat ik ooit heb gedaan, joh. Nou mensen, ik ben terug uit Kenia. Spoiler, ik leef nog. Maar wauw, wat was dit een geweldig avontuur. Ik ben hartstikke druk bezig met de documentaire. Die komt op 15 juli uit in Rideout Amsterdam. Dus, heb jij niks te doen op vrijdag 15 juli en wil jij gratis naar de première van mijn documentaire over de Migration Gravel Race? Kom langs! Gratis tickets en alle informatie staat in de beschrijving hieronder. Klik op de link. Achteraf doen we Q&A. Dan kan je mij alle vragen stellen die je wil. Is dat een goed idee? Voor het zover is, wil ik jullie meenemen in het materiaal dat ik heb gebruikt voor de Migration Gravel Race. Want hoe race je eigenlijk zo'n wedstrijd? How to race gravel. Nou, daar ga ik jullie nu helemaal in meenemen. Alle kleine pietluttige details gaan wij nu behandelen. Komt-ie aan! Willen jullie helpen deze lijst aan te vullen? Laat dan weten wat jullie essentieel vinden voor gravelrijden of gravel races in de comments daar beneden. En dan hoop ik ooit een heel mooi PDF-bestand te maken met alles wat je ooit nodig hebt. Nou ja. Hoe doen we dit? Alright, laten we beginnen bij het allerbelangrijkste. De dopjes van de stuurlint. Nee, natuurlijk. Nou, het frame. Mijn fiets. Voor de Migration Gravel Race heb ik gekozen voor de Canyon Grizzle Suspension. Ik heb deze fiets heel kort in de eerdere aflevering ook laten zien. Maar nog even in het kort, waarom ben ik voor deze fiets gegaan? Nou, de Migration Gravel Race is een wedstrijd dat eigenlijk helemaal niet over echte gravelwegen heen gaat. Maar het is eigenlijk een mountainbike wedstrijd. Vandaar dat ik al het comfort kon gebruiken dat ik wilde hebben. En vandaar dat ik dus de Grizzle Suspension heb genomen. Dus in plaats van een vaste fork heeft deze een RockShox Rudy. 30 mm travel, heel klein beetje, maar het werkt echt geweldig. Het is zoveel meer comfortabel dan ik had gedacht en dit heeft me echt super veel geholpen tijdens de Migration Gravel Race. Dus is het aan te raden hier in Nederland of als je gewoon normaal rondje gravel gaat rijden op de Veluwe? Nee, weet ik niet. Maar als je grote avonturen gaat doen, alsjeblieft neem deze voor. Waarom de Grizzle en niet de Canyon Grill? Nou, de Canyon Grill, daar kunnen minder brede banden in en ook in de trend van comfort. Zo breed mogelijk banden. Gaan we zo verder. Deze fiets is een size medium. Ik ben 1,84 meter, dus een beetje ertussenin, hè, tussen een large en een medium in, maar ik ben voor medium gegaan. Ik heb er mijn eigen zadel op gezet, een Pro Stealth, love it. Maar verder heb ik hem compleet stok gelaten. Dus, niet gekloopt met stuurpen, niet gekloopt met stuur, geen andere gekke fratsen erop gezet. Nee, de fiets is verder compleet stok. Om ook een beetje achter te komen, kan je zo'n extreme wedstrijd rijden of gewoon een fiets die recht uit de doos komt? Nou, daar moet je nog een paar weken op wachten op dat antwoord. Maar de fiets staat er nog, dus dat zegt al een beetje wat. Het is een 44 mm stuur. Ik heb de shifters wat naar binnen gezet. Aero speelt bij gravel een mindere rol, maar het speelt nog steeds een rol. Dus vandaar, shifters een beetje naar binnen, zodat ik mijn polsen wat naar binnen kan houden en de ellebogen er niet zo uit vloepen. Op het stuur zit een stevige flare, dus hij flaart onder naar buiten. Stok stuurlint erop en nou, zoals je kan zien hier, is dat best wel los gaan zitten. Zegt ook genoeg weer over het parcours. En daarbij komt dus ook, ik heb het nu niet aan, maar tijdens een lange gravelkoers draag handschoenen. 80 mm stuurpen. Hij is heel kort, zodat je wat behendiger kan sturen. Maar als ik één ding anders zou doen de volgende keer, dan is het een langere stuurpen erop zetten. Ik ben niet de meest aerodynamische man van mezelf.
Dus een iets langere stuurpennen, zodat ik mijn rug iets meer forceer naar beneden te doen. Dat helpt bij mij wel echt meer. En daar zit ik niet heel recht op. Verder, Wahoo Element Bolt, de nieuwe batterij gaat ongeveer 15 uur mee. Ik denk wel minder als je de GPS aanzet, maar het was ruim voldoende. Ik kon de hele tijd terug met meer dan 50% batterij. Wel de maps uploaden, want als je dat niet doet, dan moet je... Dat is wat ingewikkelder, maar hij werkt gewoon prima. Ah, dat meen je niet. Sorry Canyon. Canyon Flip Head zadelpen, er zit een beetje vering in, werkt oké. Ik zet mijn zadel altijd heel erg ver naar voren, dus het werkt voor mij wat minder. Maar het helpt de bumps er een beetje uit. Alright, komen we bij het grote discussiepunt van de hele wedstrijd. De banden. Welke banden neem je mee? Hoeveel profiel gooi je erop? Wat is de juiste breedte voor zo'n wedstrijd? Nou, ik ben er heilig van overtuigd bij dit soort wedstrijden. Hoe breder, hoe beter. Als het goed had gepast, dan had ik er mountainbike banden in gedaan. Dat weet je ook, want dat heb ik vroeger bij de Drenthe 200 heb ik dat ook gedaan. Alleen heel handig is het niet. Dus nu één maatje kleiner. De Vittoria Terreno Drys. 47 mm breed met de grijze wang. Dus deze zijn ietsje steviger dan de bruine wang. De bruine wang is wat soepeler. Deze zitten wat steviger, zodat je minder snel stootlek krijgt. En dit profiel is het voor als het droog is of een klein beetje drogend, ruim voldoende voor een gravelwedstrijd. Ik heb nooit problemen gehad met grip in Kenia. En wat je eventueel nog kan doen is dat je voor een Terreno mix doet en achter een Terreno dry, zodat je ietsje beter de bochten aan kan snijden. Maar dit was ruim voldoende. Setup is uiteraard tubeless, echt een lifesaver. Doe dat alsjeblieft als je gravel fietst. En deze mooie Vittoria bandjes zitten gemonteerd op de Scope R4 Allround wielen. Ik gebruikte hiervoor gewoon mijn Scope wegzet, maar dat is niet zo'n heel goed idee. Wil je comfortabel een gravelkoers rijden, wil je comfortabel gravel fietsen, ik raad echt aan om een wielset te zoeken met in ieder geval 23 mm interne velgbreedte. Want als het smaller is, krijg je een heel bollende band. En dat voelt over het algemeen heel erg onprettig als je een bocht aansnijdt. Het is een beetje alsof je band eraf kan vliegen. 40 mm diep is aan de diepe kant, maar... Aero, hè? Een esthetisch. Nou, joh, ziet er prachtig uit, toch? En verder is dit prachtig beestje afgemonteerd met uiteraard Shimano GRX. Het absolute werkpaard van de Gravel groepset. En ik heb er heel bewust voor gekozen om juist wel een mechanische groepset te gebruiken. Je bent in Kenia, je bent aan de andere kant van de wereld. En bijvoorbeeld een nieuwe derailleurkabel of een nieuwe remkabel is nog redelijk makkelijk gefixt. Maar ga maar eens op zoek naar een DI2 kabeltje. Dit is bij mensen gebeurd, jammer genoeg. Ja, en dan heb je wel een probleem. Kenia, de Masai Mara, is een waar beest. De Masai Mara zou er alles aan proberen te doen om jouw fiets te slopen. Dus daar moet je je op voorbereiden. Dus GRX mechanisch. 2x 48, 31 met een 11 naar 34 cassette. Dat is echt ruim voldoende. Ik had weinig tijd in de voorbereiding, maar als ik 1x had kunnen gaan, dan had ik het gedaan. Maar hey, mij hoor je niet klagen hoor, dit werkt prima. Nou, Shimano SPD pedalen, can't go wrong. De OG mountainbike pedalen. Krinklengte 172,5. Aan de linkerkant hier zit een Ultegra 4i power meter. Ja, dat kan je doen. Dan heb je wel een klein beetje last van een andere Q-factor. Oh! Q-factor aan de linkerkant. Alleen ik merk het echt totaal niet. Verder GRX remschijven. Komt in het volgende hoofdstuk. Maar grote tip. Neem extra remblokjes mee. Gaan we zo over hebben. Ja, we zijn weer bijna rond, hè. Ik heb 3 bidonhouders erop gedaan. Is misschien een beetje overkill. Want ik heb ook gefietst met een Camelback. En ja, dan heb je dus een waar bakbeest van een gravelfiets. Ik hou van hem als mijn eigen kind. En het weegt zonder bidonhouders in dit tasje. Weegt hij 9,8 kilo. Kan nog wel wat af. Projectje voor de lange termijn. Nou, dan kom je al snel aan bij het volgende hoofdstuk. Wat moet je allemaal wel niet meenemen? Nou, je denkt van tevoren, je moet vet veel mee, maar uiteindelijk gebruik je toch niet alles. Maar er zijn een paar dingen die echt essentieel zijn. Vooral tijdens de Migration Gravel Race, maar eigenlijk tijdens bijna elke gravelkoers rij je wel eens lek. Gaat gebeuren. Dus, bereid je erop voor. Pomp je hem. CO2 patronen, echt een must. En vooral de grote, allergrootste lifesaver, een plugpistool. Dit apparaatje heeft meerdere keren mijn leven gered tijdens de Migration Gravel Race. Maar dat zijn weer spoilers, dus daar hebben we het niet over. Dan heb ik allemaal zitten in mijn BBB Seal Tank bovenbuistasje. Pompje, CO2 patroon, plugpistool, binnenbandjes. Want ja, als het alles faalt, dan moet je nog wel verder kunnen fietsen. Dus dan neem je ook een paar binnenbandjes mee. Beetje duct tape, wat tie wraps.
En uiteraard een multitooltje. En eigenlijk met die spullen kan je het meeste wel oplossen. Oh ja, stik een stukje extra binnenband voor als je een heel groot lekgat hebt om het te dichten. Of een patchkit, werkt ook. Maar dan kan je het meeste euvel onderweg wel oplossen. En nu had ik tijdens de Migration Gravel Race nog een paar extra dingen mee. Dus extra remblokjes, een extra padje. Want stel je valt en je derailleur hangt er half af. Nou, dan wil je dat wel een beetje kunnen fixen. Extra spaak en vast nog wel wat extra spares die ik vergeet. Maar dit zit er op dit moment in mijn hoofd. Ook erg handig om dingen om mee te nemen als je dit soort dingen gaat doen. Een goede powerbank. Wij hebben eigenlijk meerdere dagen geen stroom gehad. Dus dan ben je echt compleet afhankelijk van een powerbank. Om je Wahoo mee op te laden. Om je telefoon mee op te laden. Etcetera, etcetera. Super belangrijk. Net oncomfortabel shot. Maar ikzelf, wat had ik zelf aan? Ik ben tegenwoordig heel vrij uitgedost in deze prachtige wielerkit. Nou jongen, kijk de kleuren. Prachtig. Nou, dit schreeuwt gravel, toch? En als ik één ding heb geleerd, stiekem van die documentaire van Laurens ten Dam, is dat zwarte kleding heel veel muggen aantrekt. Dus dat moet je in Kenia niet gaan doen. Geen zwarte fietskleding mee trouwens, maar wel alleen maar zwarte normale kleding. Echt super dom. Nou ja. Ik heb op geen enkele dag een ondershirt aangehad. Het was veel te heet daarvoor. Het wordt elke dag 30 graden, dus nee, dat doe je niet echt. Mooie sokkeloen sokjes, heel belangrijk. En de business end. Shimano RX-8 gravel schoenen. Als je ook één ding gaat doen tijdens de Migration Gravel Race, is het veel lopen. Dus je hebt echt schoenen nodig waar je een eindje op kan lopen, een eindje op kan stappen. Ander ding wat heel belangrijk is een goede bril. Dit is de BBB Chester, die heb ik eigenlijk altijd op, een goede gepolariseerde bril. En op mijn kop een BBB Maestro Mips helm. Want hersenschade is nooit leuk, draag een helm. Inclusief helmet hair. Krijg je er gratis bij. Verder allemaal hartstikke leuk en aardig die modeshow. Met allerbelangrijkste wat je mee moet nemen naar Kenia is factor 50. Holy shit, wat ben ik verbrand. Kan je het nog zien? Kijk. Alright, nu weet je alles. Op naar huis, op naar de voeding. Let's go. Dus voor elke dag heb ik een heel mooi voedselpakketje gemaakt. En dit moet ik dus allemaal opeten, joh. Dames en heren, welkom in het Douwe Doet Dingen voedingsstation. Mijn keuken. En ik wil het nog heel snel even hebben over het grote onderwerp van voeding. Eigenlijk wil ik hier nog een hele aparte aflevering van maken. Die zet ik in de to-do list. Maar tijdens de Migration Gravel Race heb ik geprobeerd er een echte eetwedstrijd van te maken. 70 tot 90 gram koolhydraten per uur. Dit heb ik gedaan door een timer te zetten van 20 minuten op mijn Wahoo. Zodat ik eraan word herinnerd om elke 20 minuten een jelletje of een reepje te nemen. Ik werd tijdens de Migration Gravel Race ondersteund door Born. En al de voeding is op, behalve dit jelletje. Dus dat betekent dat ik goed mijn best heb gedaan. Die jelletjes en die reepjes die vul ik aan met energy drink. Hier zit 70 gram koolhydraten in per bidon van een halve liter. En dit stop ik niet in de bidon, nee, dit stop ik in een camelback. Want je handen van het stuur halen in zo'n wedstrijd is een luxe die je niet altijd hebt. Dus neem van mij aan, een camelback is een lifesaver. En zo krijg je dus al een behoorlijke lading koolhydraten binnen. Dit vul ik aan met het laatste nog wat magnesium tegen de kramp, want daar heb je ook last van als het heel warm is. En je stopt uiteraard wat elektrolyten in je bidons. Man, wat moet jij veel drinken? Ik heb ervoor gezorgd om elke keer 3 liter water mee te nemen op de fiets en dat ging ook allemaal op. En op deze manier probeerde ik mezelf een beetje te rennen. Dit is een hele grote samenvatting. Nou, vanaf dit prachtig buitenverblijf in Zuid-Laren. Dit was een hele dikke bak informatie. Super sekke video met heel veel info. Ik begin hier aan het harde werk van die hele documentaire in elkaar editen. Dat gaat echt nog wel een weekje duren. Dan zit ik hier ook lekker zonder internet en afleiding. Lekker mooie tochten fietsen en toewerken naar 15 juli. Naar de première van de Migration Gravel Race Doki. Ik hoop je enorm daar te zien. Mijn fiets valt de hele tijd om. Het waait nogal hard. Blijf staan alsjeblieft. Oh, het zal wel. Het zal toch niet.